Ja, dat was een heel tof jaar. Daarna naar Spinning Records gegaan. Daar video's gemaakt, videoclips, aftermovies, dat soort dingen. Spinning Records was in de DJ... Ja, ja. Dus veel met DJ's op pad. En ook gewoon echt, zeg maar, behind the scenes dingen met z'n echt mee on tour, zeg maar. Dat soort dingen. Ja. Vet. Wat voor DJ's heb je allemaal voor de landschap? Tony Junior, Martin Garrix, Armin van Buuren, ja, dat soort... Zegt dat een heel nonchalant. Ja, zeggen dat ze een fijne springplan komt te hebben, volgens mij, of niet? Ja, dat is wel lang geleden al, inmiddels. Dat is 2014 of zo. Oké. Okay. Ja, als het op je cv staat, staat het op je cv. Precies. Ja, maar ja, je kijkt altijd terug naar video's van 4 jaar geleden, weet je wel. Dan altijd met van, ja... Dan kun je, inmiddels kan je het iets beter, dus. Maar hoe is het om voor zo'n partij te schieten dan? Heb je dan keiharde regels of dingen waar je aan moet houden? Ik bedoel, ik neem aan dat Spinning Records wel wat te zeggen heeft. Of is het volledig je eigen draai? Hoe werkt zoiets? Nou, ik was daar eigenlijk de enige video guy. Dus, oh joh. Ja, dus was werd best wel vrijgelaten als het maar gewoon vet uitzag. Dus dat was heel tof. Ik legde die druk ook wel een beetje op mezelf neer, denk ik. Mm-hmm. Want je maakt video's die miljoenen keren bekeken worden. Dus ik had ook voor mezelf zoiets van, ik moet elk moment pakken. Weet je wel, als de MC daar een microfoon in de lucht gooide en ik was aan de andere kant iets anders aan het filmen, dan kon ik daar echt van balen dat ik daar niet was. Maar ja, goed, dat is nou helemaal zo. Ja, ja. Dus,